Nico, we zijn een week verder. Hoe voel je je? Voel me goed. Ja? Voel me goed. Ja, ik zit nog steeds lekker op die overwinningsflow. Dus ik geniet er volop van. Hoe voel je je fysiek? Heb je daar nog last, zeg maar, naar zo'n wedstrijd? Kleine pijntjes, ja. Ik kom bijvoorbeeld op een televisieshow en dan gaan ze je opmaken en dan denk ik, weet je wel, je gezicht voel je toch wel, een blauwe plekje, mijn been, mijn rib. Je voelt wel dat je een gevecht gehad hebt. Ja. Wat heb je uit die wedstrijd gehaald van jezelf? Ik zei oké, maar het was wel iets beter dan oké. Maar ik ben gewoon heel kritisch op mezelf. Dat is gewoon een ding. En dat kan ik niet tegenhouden. Dat maakt me wel, zeg maar, zo goed tot waar ik nu ben. Omdat ik altijd kritisch blijf. Waar was je het heel kan, erg kritisch op? Het kan en het moet altijd beter. Wat ik zeker in het begin lastig vond, dat ik probeerde nu echt wel heel erg uit de druk te vechten. En dat is meestal niet echt mijn stijl. Ik heb wel druk, maar dan op een andere manier. En dat was, nu probeer ik dat iets meer te forceren, om hem een beetje heftiger te laten ademen, dat hij aan het werk moet. En dan merk ik van, hé, dat is niet helemaal mijn ding. En dan ben ik niet helemaal tevreden met hoe ik op bepaalde posities terechtkom. En dat ik soms toch net te veel geraakt word, naar mijn mening. En dan, dat vind ik jammer. Dus er is altijd ruimte voor verbetering. Ik vond de ontmoeting met je vrouw zo mooi en emotioneel. Hoe was het voor jou? Ja, het is niet dat we elkaar 2 weken niet gezien hebben natuurlijk. Maar het is altijd wel. Ja, het is gewoon altijd eventjes van, hé, het is de druk is eraf. Ja. Dat is heel fijn. Ja, en de omhelzing met je moeder, die was ook heel emotioneel. Ja, zeker. Kijk, het is zeker mijn moeder die heeft niet altijd de kans om het te zien. Dat het vaak als het in het buitenland is, dan blijft ze gewoon lekker hier. Ja. Dus die zit ook af en toe wat gezondheidsprobleempjes. Dan is dat af en toe lastig. Maar ja, nou was ze erbij, dus dat was leuk. Dus die was ook helemaal in tranen. Hoe is dat voor je moeder? Ik vind het altijd heftig natuurlijk. Kijk, ze weet wel, ik train hard en ik doe altijd alles ervoor. Maar uiteindelijk blijft het wel een gevecht. Ik kan alle kanten op. Na de wedstrijd, wat heb je eigenlijk gedaan? Eigenlijk na de wedstrijd zijn we eigenlijk gelijk doorgereden naar de club. We hebben wat flesjes opengeknald. Dus dat was leuk. Ik heb niet veel nodig. 2 drankjes en dan ben ik helemaal gezellig. Dan heb ik helemaal nergens meer last van, dan voel ik niks meer. Maar na 2 uurtjes lekker naar het hotel gegaan. Wel even roomservice besteld. Maar na 2 bitterballen en een hapje van mijn hamburger lagen we al te slapen. En hoe is de rest van de week? Hoe heeft die er voor je uitgezien? Ben je nu weer gelijk aan het trainen? Of heb je gewoon een week helemaal niks te doen? Niks doen, dat zit echt niet in mijn aard. Ik heb wel, het is eigenlijk letterlijk de dag na de wedstrijd, dus ik werd wakker in het hotel. Nog even lekker ontspannen. Was leuk, we hebben nog even lekker een ontbijtje gedaan samen met Wesley Sneijder. Dus dat was leuk, want die kwam natuurlijk speciaal uit Qatar overvliegen om naar de wedstrijd te komen. En voor de rest hadden we eigenlijk niet heel veel tijd. Dus kunnen we elkaar toch nog even zien? Want ik wilde natuurlijk wel even laten merken dat ik het enorm waardeer dat die speciaal was overgevlogen. Daarna gelijk door naar huis. We hadden de verjaardag van Vince, mijn zoon. Die werd 1. Of niet wel, die was die week daarvoor 1 geworden. Dat gingen we die dag vieren. Dus dat was leuk. Dus familie, vrienden, lekker visite. Dus dat was gezellig. Ja, we draaien en we rollen gewoon door. Wie verwacht je dat jou nu gaat uitdagen? Of waar je tegen moet? Ik heb echt geen idee. Dus iedereen is welkom, iedereen mag komen. Dus we zijn altijd klaar voor iedereen. Ik ga nooit iemand uit de weg. Dus ik ben benieuwd waar Glory mee gaat komen.